mijn eerste week was zeer aangenaam. Ik ben goed ontvangen in de groep en ja, het is een leuke sfeer en het is gemakkelijk dicht bij huis. En, dus ja, zeer aangenaam. Ja. Ja, mijn eerste wedstrijdminuten waren, het was lang geleden dat ik nog een keer op voetbalveld gestaan, in een match gestaan had. Dus, het was even wennen, maar uiteindelijk, ja, het is gewoon om iedereen beter te leren kennen en de integratie nog een beetje vlotter te laten verlopen. En, maar al bij al viel het uiteindelijk wel nog goed mee. Ja, gewoon een beetje wedstrijdritme opdoen en met oog op de toekomst. Omdat SCV er redelijk snel bij was en ik had dan een gesprek gehad met de trainers en ja, daar leidde ik wel een goed gevoel uit af. En ook ja, van de matchen die ik hier al gespeeld heb, altijd wel een goed gevoel aan Zultenwaregem gehad. En, het zat ook met een familiaire club uit en ik vind dat wel belangrijk om een beetje een warm gevoel bij de ploeg te voelen. En dat had ik bij SCV dan direct als ik hier toe kwam ook, dus daarom. Het zijn toch redelijk wat jongens dat ik hier ken, ook van tegen te spelen natuurlijk. En waar je toch wel een soort van ja, band mee opbouwt. En ja, Timmy en Davy en de trainerstaf. En dan de trainer zelf heb ik ook nog bij de nationale jeugdploeg gehad. Dus ja, ik had wel al een goed contact mee onder. En, dus ja, dat is wel leuk natuurlijk als je het gevoel hebt dat je veel mensen kent. Als je ergens toe komt, heb je niet het gevoel dat je ja, ergens nieuw bent. Ik zal het zo maar zeggen, maar ja, direct een goed gevoel. De doelstelling van SCV, ja, ik ben natuurlijk nog niet zo lang om daar al in over te praten, maar ja, ik denk dat de doelstellingen zoals altijd voor Waregem hetzelfde blijven. Zo goed ver mogelijk geraken in een beker en ja, zo dicht mogelijk bij de top aansluiten van boven in België. En, ik denk dat we daar wel de ploeg voor hebben, dus dat moet ons zeker lukken. Hè.